Oké, volgende comedian is een fysicus. Een fysicus die graag verstoppertjes speelt. What? Ja, yeah. Everybody give it up for Sophie! Hey, dag Ritz Café. Alles goed? Ja. Ja. We gaan vandaag een heel cool experiment doen. We gaan verstoppertjes spelen voor gevorderden. 200 man, allemaal tezamen. Klaar? 1. 2. 3. Goed geprobeerd. Niet goed geprobeerd, nee. Totaal niet goed geprobeerd. Mijn drie broertjes die zouden dat veel beter gedaan hebben. Toen we dat vroeger zo speelden in de woonkamer. Die begonnen meteen met lopen, lopen, lopen. Lopen rond de tafel, achter de kamerplant en langs de zetel. En opnieuw rond de tafel en achter de kamerplant en langs de zetel. En opnieuw. Ik denk dat die een dodelijk overlevingsinstinct hebben. Hebben we dat precies ook nog niet zo goed begrepen? Precies drie vissen in een bokaal. Maar goed, ja, ga door met tellen. Hè. Zo. 4, 5, 6. En mijn broertjes die beginnen sneller en sneller te zwemmen. In het rond en in het rond. En heel die woonkamer verandert in een wervelende draaikolk. Een stoel die vliegt omver, een waterplant die ontwortelt. 7, 8, 9. Ah, een nemovisje zwemt voorbij. En hup, één broertje onder de tafel. Hup, één broertje verschuilt zich daar achter de zetel. En een derde broertje, Joachim. 10, wie niet weg is, is gezien. Stond hij daar niet? De arme stakker. Zo. Ja. Dat broertje, dat is een genie. Ik zeg het u. Dankzij dat broertje ben ik blijven verstoppertjes spelen. Tot op de dag van vandaag. In mijn doctoraat speel ik verstoppertje. Mijn doctoraat over licht. En als het over verstoppertje gaat, natuurlijk, dan denken we allemaal aan onze vrienden, de militairen. En ik kijk echt wel naar militairen op, hoor. Hoe dat ze zich zo verstoppen in dat jungle camouflagepak in ons lokale treinstation. Of nog beter, als we in een steltvliegtuig kruipen. Je kent dat wel zo. Dat zijn van die vliegende nachos. Met een licht metaalsmaakje. Nu, elk normaal vliegtuig, dat zou je meteen zien. Je zendt daar een radarstraaltje op af, dat kaatst naar jou terug en voilà, het is zichtbaar. Maar een nacho, dat is bedekt met zo'n smeug, plakkerig laagje kaas. De cholesterol van onze nationale veiligheid. Echt waar. Probeer daar nog een keer een radarstraal terug uit te peuteren. Dat gaat niet lukken. En onze radarmensen van de beveiliging, wat zien die? Hetzelfde als mijn broertje in de woonkamer. Perfect onzichtbaar, die steltvliegtuigen. Perfect onzichtbaar. Maar ja, mijn broertje natuurlijk niet. In de woonkamer was het lichtje gezellig aan. En zelfs dan moesten ze wat nacho-kaas geleend hebben zo van onze militairen. En zich daar ook helemaal mee ingesmeerd hebben. Wat mijn moeder heel blij mee was, natuurlijk. Zelfs moest zij dat gedaan hebben, dan zou je daar gewoon een zwart silhouet zien. Ah ja, al die radarstralen, die komen niet meer terug, hè. Mijn broertje was dus perfect zichtbaar. En licht, dat is dus onze redding. Hè. Als onze regering iets wil doen aan zijn cholesterolprobleem, dan moeten ze eigenlijk gewoon een lichtje aansteken. En die steltvliegtuigen zouden ook zichtbaar worden, zoals fleksjes vliegen in de hemel.
een lichtje aansteken in de woonkamer van de mensheid. De hele aardbol vullen met radargolven. En dat zou werken. Een schitterend idee, zeker voor een fotonicus zoals ik. Oh, ik vind het een prachtig idee. Maar wel totaal onuitvoerbaar natuurlijk. Allee, beeld u in. Elke mens op deze planeet die zou een elektrisch toestelletje zo constant bij zich moeten dragen. Om dat dan random uit te halen en daar dan berichtjes mee te willen versturen. Gewoon om die aardbol, die hemel, te vullen met straling. Allee, wie zou er dan niet moeten doen? Ze zouden dat vrijwillig moeten doen, op de meest ongepaste momenten in hun leven en op eigen kosten. Ah ja, de regering, het geld is op. Dus ja, wie dat er dat wil doen? Allee, je moet bijna verslaafd zijn, zo afgericht zoals een onze Pavlovshond. Kennen jullie die? Dat is zo, bij het horen van die Facebook, ping, oh, en dat kwel, dat ruikt zo langzaam uit je gezicht. Ja. Dus een totaal onmogelijk idee eigenlijk. Maar toch, als wetenschapper vind ik het wel een interessante vraag. Zijn wij veilig voor spionage? Kunnen spionnen zich eigenlijk verstoppen zonder dat we dat zien? Verstoppen zonder dat zij een schaduw hebben? Ja, ik heb daar veel over gelezen. Ik heb echt heel veel nagedacht. En regelmatig is het al tot 10. En ja, na veel nadenken, dat vond ik het. Ik had het echt gevonden. Ik had gevonden dat iemand anders mijn onderzoek al gedaan had. Ja. Ja, echt waar. Sir John Brian Pendry uit Brexit. Niet toevallig het geboorteland van Harry Potter. Hè. Als je die mantel van J.K. Rowling al eens bekeken hebt, als zo'n stinkende, oude, gerafelende voetsel met bruine plekken. Ik denk dat die tovenaars geen onderbroeken dragen. Ja. John Brian Pendry, zijn mantel, was daarom vele en vele, vele keren beter. Ah ja, want hij bestaat echt. Een onzichtbaarheidsmantel, die bestaat echt. En die is ook al gemaakt. Ja. Zo stil. Ik zou ook een beetje ongerust zijn. Ah ja, want die CIA, oké, nu moeten die ons persoonlijke e-mailverkeer hacken, die moeten onze telefoon aftappen, of die moeten in zo'n busje zitten voor ons huis om onze persoonlijke informatie te proberen krijgen. Maar, ah ja, nu is dat veel erger, hè. Dat kan zijn dat je daar zo een CIA-agent hebt, zo onder zo'n manteltje, die naar je zit te gluren. Helemaal bezweet is die. Terwijl jij daar zo in de badkamer staat, staat hij daar zo te gluren. En jij was zo net je dansje aan het oefenen. Ja! Yeah! Naakt. Een vrij gênante gedachte, ja. Maar gelukkig zijn spionnen eigenlijk nog niet zo machtig als dat je nu misschien denkt. Want die mantel van Pendry, dat is eigenlijk eerder zo een doos. Dat is geen stofje, dat is een vaste doos. En die CIA-agent die zit daar ingepropt. Met zijn bierbuik, met zijn zat koffie en een donut. Zit daar ingepropt te wachten. En wij, ja, wij zien die niet. Waarom? Die doos is gemaakt uit een materiaal die al dat licht er perfect rond leidt. Dat is geen nacho-kaas, hè. Die houdt dat licht niet vast, dan leidt dat perfect rond en dan gaat dat op zijn weg. Echt wel een perfect ontwerp, zo'n mantel. Geen enkele lichtstraal kan die CIA-agent bereiken. En wat denk je dat een dine ziet? Daar binnen? Dus jullie dansmoves zijn nog wel veilig. De zangtalent, daar kan ik niet op zweren. Maar goed, dus die CIA-agent zit daar in het pikke donker. Dat is een klein minpuntje, moest je ook zelf zo'n klook willen gebruiken. En ik kijk er eigenlijk naar uit om te zien wanneer dat ze die klook zouden willen proberen verkopen, zo aan te smeren aan mensen. In zo'n reclamespotje.
Een dokter met een witte jas en zo'n tandpasta smile. Die u wil overtuigen, die gaat u zeggen, die invisibility box, dat is de perfecte opwerkruimte voor al uw irritaties. Invisibility Corporation is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen of gevonden voorwerpen. Verpest enkel de kleur rood. Afmetingen beperkt tot de dikte van een haar. Enkel voor huishoudelijk gebruik. Schitterend toch, hè, zo'n mantel? Die kan u perfect beschermen wanneer jij daar in die sofa zit en aangevallen wordt door een kleurenblinde inbreker. Jij kunt dan perfect één haar op je hoofd veiligstellen. Onzichtbaar. Ja, oké. Als je nu nog een beetje, dat beetje meer wilt. Ik werk wel echt heel hard hoor. En ik denk heel veel na. En ik tel regelmatig nog eens tot 10. Dank u wel.